zouden we nog kunnen maken, Charlie? Een kusje. Een kusje, kom eens proberen. Ik zal hier wakker komen. Door te roepen. Door te roepen? Ja. Gaan we eens proberen? Ja. Roep maar eens. Klaasje! Hoe zouden we het nog kunnen doen, Orly? Door wachten. Kom eens proberen. Kom eens proberen, als je het gaat. Door te zingen. We gaan eerst nog eens proberen roepen. Hè? Probeer nog eens te roepen. Ik denk dat we toch ons liedje eens gaan moeten zingen. Maar dan ga je even op het knopje duwen. En hopelijk wordt ze wakker. Flonflon vertelt dat ze graag kusjes geeft. Kom jij een bisou pour Elise? Het is haar verjaardag vandaag. Hè? Hoeveel kusjes voor haar? Roselien? 10. 10 kusjes. Wie weet wat er in het geval is, 10 kusjes? Moet Flonflon helpen of weten we het zelf? 10. Opgelet, hè? Dat is veel, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. En ze wil ook een applausje voor de tweejarigen. Geef een applausje. Ja. Flonflon heeft het wel nog niet gehoord, dus mooi maar.